Kevin Cry. Hey iedereen, welkom tot mijn podcast. De doofpot zit op je pot ass. Pak een zakje chips en een blikje erbij. Lay back op de bank of zo. Doe wat je doet, just get comfortable. Laat op en zweef mee naar de mensen waar ik leef mee. Dit is pas dope, zorg er realer dan je tv. De podcast met internationale chat. Straat oprecht, praat hem, gaat op nieuwe live acts. Aha, vergezel ons, video chat, bel ons. Subscribe, login, stel ons. Een leuke vraag, vertel ons. Ha, wat je wilt delen, we chillen met z'n velen. We zijn hier een familie van diverse culturele. We moeten verbinden en verbeteringen vinden. Met samen staan we sterk, laat niemand ons meer verblinden. Triple OG, sugar cane, break de doofpot. Zo hard bij elke drop, weet je dat het dope wordt. What up man, welcome back, the doofpot, your host, sugar cane. Vergeet niet te subscriben, want je weet de doopste podcast episodes die vinden hier plaats. Ik heb vandaag speciale gasten. Gasten waar ik zelfs tegen opkijk, waar ik ook stiekem soms fan van ben. We hebben niemand minder dan, oh my god, Kaas Koes, de battleverslinder. We hebben Glenn Faria in de building met zijn dope hits die je maar voorbij hoort komen de hele dag. We hebben niemand anders dan, niet de jeugdvertegenwoordiger, want hij is er al een tijdje nu, Willy Wartaal, yes! En we hebben de legendary international DJ vanuit Antwerpen, speciaal voor papa gekomen hier vandaag, DJ Lady S. Welkom allemaal. Dankjewel man. Welkom. Dankjewel. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn vandaag. Ik heb jullie allemaal hoog zitten. Ik ben allemaal fan van jullie. En ik wil jullie flowers geven nu dat jullie nog allemaal leven. Want je weet dat het leven gaat heel snel. Ja. Voordat je het weet zijn we er niet meer. Ja. Dus let's embrace life. En je weet het toch? Ja, celebrate 100. Life. Kaas Koes. Hoi. Hoi. Ik vind jou een verschrikkelijke, gruwelijke rapper. Dankjewel. Ja. Uit jouw mond betekent dat nog meer voor mij. Ah. En, ja. hoe is dat zo? Nou ja, toen ik nog een tiener was met een droom achter een veel te grote computer met Kaza en zo, weet je nog? En iMesh en zo. toen keek ik heel, heel erg op naar onder andere jou. Ah. Dus dat ik nu hier op de bank zit, hè? En dat jij dat zegt, dat betekent veel voor mij. Ja, ik heb je voorbij zien komen bij die battles allemaal. Ja. En je hebt wel heftige pakslagen lopen uitdelen daar. Je bent niet op je mondje gevallen. Nee, terwijl ik best wel veel battles technisch gezien verloren heb, hoor. Nou, maar vond je toch hartstikke goed. Ja, ja, de jury blijkbaar niet zo. Maar het publiek heeft gelukkig gesproken achteraf. Ah, ja. Oké dan. Dope. Glenn. Ja, toch. What happened, yo? Ja. De laatste keer dat je zag, ben je aan het hosten in Paradiso. Zie ik je bij die DJ-boot springen. En next thing you know, ben je op televisie. En zie ik je met Treintje Oosterhuis. De meest legendary. Oké, ik wil het niet uitspreken, maar je weet toch? Ja. Ik zie je gewoon op televisie. Ja. En je hebt gewoon, je write gewoon dope songs. En ja. Je komt gewoon uit met gewoon hits. En je bent op 3FM en 538. Dat is ondenkbaar in hip-hopwereld, zeg maar. Ja. What happened, joh? Wat is gebeurd? Ja, er is veel gebeurd. Ik heb ook veel meegemaakt. We kennen elkaar al vanaf in de 90's, echt, zeg maar. En ik heb altijd een beetje in een andere rol gestaan. De ene keer was ik als frontman, rapper, dan weer met de band. Dan weer met de groep Flinke Namen. Dan weer als host op festivals. Dan weer dus doordat ik zoveel bagage had. Gaan erop. En als je maar door blijft gaan en in jezelf blijft geloven, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan kunnen er aan het eind van de tunnel gewoon echt gekke dingen gebeuren. Ja. Gruwelijk, want ik heb songs van je bij horen komen. Ook over met je zoon, ja, volgens mij. Ja, zoon, ja. New Generation. Hey, en die raakte me echt, man. Ja, ja, mij nog steeds, hoor. Ik kan het liedje niet elke dag luisteren, zeg Nee, maar. Omdat het gewoon echt hele oprechte gesprekken zijn die vader en zoon zouden moeten kunnen voeren. Ja, ja, dat is wel echt hoe het bij mij thuis gaat, zeg maar. Ja, wel. Ja. Maar heb je dat wel meegekregen van huis? Werd er gesproken of moest je luisteren? Ja, veel mensen zijn opgegroeid met de harde hand, weet je. Ik heb klappen gehad. Ja. Mijn moeder was wel van het praten, zeg maar. Oh, zo lief. Zij was heeft ook psychologie ook gestudeerd en dat soort dingen. En ook, ook dingen met pedagogie en met jeugd gewerkt en zo. Mijn vader heeft ook met veel jongeren gewerkt, maar hij was wel, ja, toch, hij was er niet altijd, zeg maar. Hij was bijna, gewoon average.
Maar er werd wel echt met ons gesproken. Mijn vader die was er op de momenten dat het fout ging. Had ik wel urenlange gesprekken met hem. Mm-hmm. Omdat hij de straat kende, zeg maar. Ja. Dus hij vond het belangrijk om ons ook de bad kant van de straat te laten zien. De flip side of the street, ja. Dus aan de ene kant heb je toch wel wat soort van educatief meegekregen vanuit een soort van diepere intelligentie perspectief. Ja. En aan de andere kant weet je toch wel een soort van hood educated. Ja, sowieso. Maar het is ook waar we woonden, hè. Je werd automatisch hood educated. Dat was sowieso. Maar als dat alleen mijn educatie was, was ik ergens anders terechtgekomen. Dus ik was blij dat ik wel een scherpe moeder had die op een gegeven moment tegen me zei van bro, ik kan niet tot 10 uur 's avonds op een basketbalveld zijn, want je ziet de basketbalringen toch niet meer. Yes. Dus als ik niet kan verklaren wat ik dan op straat deed, waarom ben je niet thuis? Ja, I feel you. Ja. Jij vertelde me net iets wat ik helemaal vergeten was over Lady Sings the Blues. Ja, man, bro. Take us back, yo. Take us back. Yo. Take the people back, yo. Oké. Dus je had... Oké, iedereen kent... De meeste mensen kennen wel Life on the Low. Omdat daar gewoon veel rappers geboren zijn. Je weet toch, veel mensen, weet toch, de Ali B's, Lange Frans, Negative. Iedereen was daar represented. Maar daarvoor waren de jam sessies en de hip-hop battles en zo werden gehouden in Overtoom, Lady Sings the Blues. Daar was ik nooit geweest. Ik was een young one. Ik was toen denk ik nog 15. En ik kwam rechtstreeks uit Amsterdam Zuidoost, zeg maar. En mijn broer en ik lopen binnen. We zien een paar gasten rappen op het podium. En ik denk, ik denk wel dat ik deze mensen murder, zeg maar. We dachten altijd dat we iedereen murderden. Ja. Dus ik wilde net het podium op gaan. En op een gegeven moment gaat die deur open. Komt Kane binnenlopen met Rowdy, schreeuwend. Waar zijn die rappers hier? Wie durft te rappen? Boom. En ik zag allemaal mensen scared naar achter gaan. Niemand durfde. Kane stond op het podium. Ik dacht, ik weet niet of ik nu het podium op ga. Maar mijn broer had schijt. Mijn broer was gewoon G'd up. En die schreeuwt keihard die zaal. Ja, mijn broertje gaat jullie murderen. Dus ik dacht, nee, man, bro, zomaar zet hij me op de spot. Dus ik sta op een gegeven moment tegenover jou en Rowdy. En je moet denken, ik kwam toen echt bij je navel, denk ik, weet je wel. En iedereen weet hoe Rowdy er toen uitzag. Dus ik was sowieso shook. Yes. Dus ik doe mijn ogen dicht en ik begin gewoon te spitten, woest. Gewoon de Engelstalig toen nog. Schelden, alles, rappen, babab. Ik doe mijn ogen open. Jullie knikken allebei zo naar me. Ja, je kan gaan, je kan gaan. Je bent echt op de proef gesteld. Ja. Want dat was toen in die tijd, je werd op de proef gesteld. Ja. Als je lastig werd, werd je gewoon niet alleen gemurkt met bars, maar je kreeg nog een pak slaag buiten ook nog. Ja. Dat was een traditie vroeger. Ja, en jij stond ook nog wel bekend. Hij praat nu aardig met iedereen hier, zie ik. Maar je stond ook wel bekend met als iemand wack was. Was jij de eerste persoon die dat liet weten en het was soms verbaal. En soms kon er een stoel of een vuilnisbak vanuit het publiek opeens het podium opgegaan. Dus dat zat ook nog in mijn hoofd een beetje. Dus het was wel, het was even een goed hip-hop momentje voor me. Gruwelijk man, dat je me daar ook aan hielp herinneren. Ja. En ja, toch legendary dat we het hebben meegemaakt. Ja. Want dat hield ons allemaal wel scherp, weet je, die soort van... Je hebt toch die dreiging, die energie van je moet presteren of wegwezen. Ja, dat mis ik nu tegenwoordig af en toe wel. Ja, ik ook. Willy, what up man, my brother. We zijn er man. What up, my G. We zijn er man. Je hoort vanuit welke tijdgeest we komen. Ja man, live man. Oude niggas. Oude niggas, misschien vroeger. Ja toch niet, hè? Maar jij, de andere opkomst in jouw tijdsgeest, was het heel anders. Ja, man. Vertel ons, man. Neem ons even terug naar jouw opkomst. Oh, wauw, man. Welk gedeelte bedoel je precies? Hoe ben jij gekomen? Wat heeft jou gevoed? Hoe ben jij gaan... Weet je, dat je begon met rappen. Hoe? Want wij kenden jou niet of zo. Ja, weet je? Ja. Kom je eigenlijk wel uit Amsterdam? Ja, man. Serieus? Weet je waar ik jou voor het eerst heb gezien? Bij QF, man. QF, dat is mijn boy, man. Met hem heb ik mijn eerste single gedaan, Let Him Know. Ik woonde op Overslag. Ah. Aan het rode pleintje. Ja. Ging je het kleine gekke bruggetje om. Dan ging je daaronder, zeg maar, onder je tunnel. En dan was je bij QF. En ik zag jou wel eens gewoon soort van door de buurt lopen. Af en toe soort van. En toen zeiden we, dat is Sugar Cane. Ik woonde vroeger in de Achtersteven in Bannen 2. People don't know about this shit, man. Wist ik niet, man. I've been around the hood, man. Grappig, man. Ja, man. Ja, man. Maar ik ben een bannen nigger, man. Hoe heette die guy daar? Was dat de dikke, echt de hele dikke Tata guy? Altijd dript in ook een soort van gekke hip-hop clothing, man. Oh ja, was altijd in hip-hop. Stepchild. Ja,
Stepchild. Ja. Echt dik? Ja. Dript altijd in de gekste jackas. Hij was altijd gecoördineerd. Ja. Wat deed hij? Belangrijk onderdeel van de hiphop. Hij was gewoon een hiphop liefhebber. Ja. Hij hield gewoon van de muziek. En hij rolde met ons. Masterman, oké. Hij was gewoon... En hij je kon twee seconden van een sample, je weet toch, te spinnen. Poep, en hij weet gewoon meteen welke record het is. Hard. Dus, en zijn collectie is crazy tot de dag van vandaag. Hard. Maar hoe ben je gaan... Hoe begon je te rappen? Vanaf dat ik klein was, ging ik altijd al dingen schrijven. Dat is altijd... Ik ging gedichtjes schrijven en shit. En liedjes voor reclames ging ik ook altijd anders maken, anders dingen aanpassen. En... Deed je al meteen Nederlandstalig of was je Engelstalig begonnen? Ik als kind klein, gewoon Nederlands. Mm-hmm. Toen het een beetje veranderde in een soort van rappen of zo. Door Snoop. West Coast dingen heel veel. Toen was het zo van, ja nee, maar je kan niet rappen in het Nederlands, dat is niet dope. Dus toen ging ik in het Engels ook rappen, maar in het Nederlands ben ik eigenlijk nooit meer gestopt, want ik voelde dat wel, weet je. Ja, was gewoon je ding ook. En pas toen, dus ik bleef het doen. En pas eindelijk toen ik soort van die oude dingen hoorde van Extins en zo. En, was je verkocht. Toen had ik zo, ik zei jullie toch, Lucas. Ja, toch. Ik zei toch dat het kan. Ja, toch. Ja, Extens, ja. Weet je, deed het wel op een bepaalde manier, waardoor het soort van echt geaccepteerd werd. Hm. Is ook een gekke legend, hè? Sowieso, ja, echt sowieso lauw. Ik kwam hem tegen als Electric Mannetje op de Dam vroeger. 100%. Oh, ja, weet je, dus nu praat over een hele andere tijdsgeest. Ja, ik praat over 283, 84 ja. dingen. Ja, hard. Weet toch dat ik hem daar tegenkwam met MC Michael G en DJ Swift van Holiday Rap. Die kapot gedist werd door Russell Simmons tijdens een Def Jam interview met een of andere Belgische interviewer toen destijds. The City of zo, The Heart of the City, zoiets. Maar zelfs Madonna had het gedist, toch? Ja, man, iedereen diste die Tory toch. Kom op, man, dat kon gewoon toch absoluut echt niet. Ja. Lady S. Pff, je zit zo onschuldig hier, terwijl jij bent gevaarlijk, je bent eng. Deze chick been around the world like 4-5 times, yo. DJ bij Hard 97, praat met me, talk to us, let people know. Shiatza. Oh, wat heb je allemaal gedaan, man, miss? Ja, kijk, hoe lang kennen we elkaar al? We kennen elkaar lang genoeg. Ik vind ten eerste een shout-out dat ik hier mag zijn. Ja, dope. En met zulke legends. Love. In de zetel, young love. Legend. Ja, nou, dank u. Echt super dope. Welkom. Ik denk dat ik altijd al een beetje one of the boys ben geweest. Zeker. Ik denk dat het ook heeft te maken met het feit dat ik heel jong ben beginnen draaien. Hoe oud was je? In de clubs, ja, ik was 15. Ja, wow. Dat was echt moeilijk. Dat je gewoon als DJ, een female DJ begon, in de clubs al te draaien? Ja, mijn allereerste clubprestatie was ik effectief 15 jaar. Heb ik ook te danken aan mijn muzikale familie. Zeer cliché. Maar vooral aan mijn broer. Shout-out Killik Heil. Hij was de DJ in ons gezin. Uh-huh. En je weet, na school, in plaats van huiswerk maken, ging ik met hem ging observeren, ging kijken hoe hij dat deed. Ja. En had ik die bug ook al een beetje te pakken, ging ik proberen en het lukte dan. Uh-huh. En die feeling zat er gewoon. Uh-huh. En dan meteen, boom, België, Nederland. En dan ben ik jou tegengekomen. Ja, lijf. Maar weet je wat ik zo weet vind? Je bent van Marokkaanse afkomst. Ja. Hoe heeft hip-hop zijn weg kunnen vinden in jullie familie, Marokkaans gezin? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, wel. Ik denk dat het vooral te maken heeft met. Je komt in België en. Je weet, we zullen altijd al een beetje die buitenlanders zijn. Wij Belgen gebruiken nog altijd het woord allochtoon. Ja? Ja, ik heb mij laten vertellen dat hier in Nederland minder is. Maar wij blijven voor altijd die allochtonen. En dan denk ik van, dat je een beetje opzoekt van waar hoor ik een beetje bij. En dan komt er een muziekgenre, of dan is er een muziekgenre waar je zegt van, oké, ja goed, hier sluit ik me wel aan. Yes. Hier voel ik me wel goed in. En dan ben je vertrokken in die hele hiphopwereld. En toen op dat moment is het geleidelijk omhoog gestegen met jou. Ja. Want je hebt... Waar heb je gestaan allemaal? Als DJ? Ik zal zeggen misschien waar ik niet heb gestaan. Dat is iets makkelijker. Ik ben al overal geweest, behalve in Australië. Je bent overal geweest, behalve Australië? Ja.
Inshallah. En wat heeft... Gruwelijk. En wat heeft het meest indruk bij je achtergelaten van de plekken waar je bent geweest? Welke plekken zeg je van, dat was echt gewoon een van mijn hoogtepunten, gewoon, dat ik daar überhaupt kon staan? Ja, ik denk toch wel Dubai. Vroeger was dat zoiets vrij onbereikbaar. Nu, de allereerste keer dat ik in Dubai ben gaan draaien, is toch wel 12 jaar geleden. Mm-hmm. En toen was het echt nog praktisch ja, een zandbak eigenlijk. Yes. Er was echt nog niet veel. Aha. Toen was de enige attractie was die Zevensterrenhotel, die Burj Al Arab. Ja, ja. Dat was echt het enige. Maar Dubai was zo precies op een of andere planeet. Mm-hmm. En toen wel via sociale media had iemand mij gecontacteerd, ben ik daarheen gegaan. En was je niet bang? Nee, ik ben nooit bang geweest. Want je bent als meid, hier, ga je toch, stap je toch die plane en ga je toch naar je plek van bestemming. Ja. Als vrouw. Ja, en wel... In de Arabische mannenwereld. Ja, nee. Je hebt helemaal een point, maar ik weet niet waarom. En voor mij is dat echt wel een van mijn grootste blessings. Ik heb altijd hele goede mensen rondom mij gehad. En ik denk dat dat gewoon een beetje, ja, nu, als ik terugkijk, zo'n beetje de universe is die mij altijd wel heeft geblest en mij altijd safe heeft gehouden. Ja. En ja, vroeger waren er eigenlijk niet zoveel female DJ's. Dus dat was, op zich was dat zo van, wat, een chick achter de draaitafels. En, ja. En vroeger was dat niet zo dat je met je seksualiteit dat je dat ging uitspelen. Dat je zeg maar, you know, boobs and ass, dat was vroeger niet. Niet, nee. En bij mij nog veel minder, want ja, ik was dan als jong meisje, ja, je werd dan ook een beetje uitgelachen, want dat bestond niet. Een chick, ja, dat is jouw plaats niet achter de draaitafels. Ja. Dus automatisch begon ik mij te kleden als een jongen. Ah. Dus ik ging altijd ja, echt oversized kleren dragen. Ik zat ook vaak in de kleerkast van mijn broer, want hij was dan veel ouder. En hij had wel die merken zoals, ja, wat was dat vroeger? Ja, zo Sean John en zo, ja, al die, ja, Rockaway, ja, en al die, ja, dingen. Ja, 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 ja. Dus automatisch begon ik dan zijn kleren ook te dragen. Maar ook het feit omdat ik geaccepteerd wilde worden. Uh-huh. Dus ik was altijd zo'n beetje one of the boys. Juist. Ook al, ja. Maar heb je dat dus dan ook meegenomen in je mentaliteit? Een beetje die toffere versie van een meisje zijn? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook in mij zit. Het zit sowieso al in mijn persoonlijkheid. Uh-huh. Want bij mij was het echt van, ik wil draaien, want ik wil mensen echt een goede tijd geven. Ik wil mijn muziekkennis delen met de mensen, wat ik kan, de muziekkennis die ik heb. Yes. Dus I really want to give you a good time. Ook al is het een paar uur in de nacht of whatever. Yes. Uh-huh. Dus bij mij was het echt de passie voor muziek. Ja. Maar je mixt niet alleen, je kan ook nog scratchen ook nog. Ja. Hé, hey, het is niet normaal, hè? Ja. Dus je kan ook nog gewoon scratchen ook nog, hè? Ja, dat zie je juist minder, dat zie je minder in de... Ja, dat zie je nu heel weinig, dus dat je dat kan, vind ik heel dope. Ja. En als je dan nu, zeg maar, want jij hebt een bepaalde smaak wat je deelt, je weet toch, als DJ met je publiek. Als je dan, zeg maar, de sound van nu vergelijkt met de sound die jij spint, denk jij dat het op een... gelijke voet met elkaar staat? Of heb je het idee dat Europa nog steeds wat meer tijd nodig heeft om te ontwikkelen naar een soort sound waarvan jij ziet dat het publiek daar los op gaat? Goh. Ja, er is natuurlijk een heel groot verschil tussen de sound van nu en de sound van 20 jaar geleden. Ik zei net, ik ben echt blessed dat ik in de jaren 80 ben geboren, dat ik die hele 90s vibe heb meegemaakt. Dat is een true blessing. Maar ik ben mij er ook al van bewust van de tijden van toen en nu. Ja, die moet je niet per se gaan vergelijken, want het zijn ook andere tijden. Mensen hebben ook nu andere, een andere feeling met muziek. Ik heb wel nu het gevoel dat net zoals er fast fashion is, deze broek heeft $20 gekost, er is ook fast music. Juist. En ik heb wel het gevoel dat de muziek van vroeger, dat die... dat dat wel met meer gevoel was en dat dat echt waardevol is. Daarom dat ja, als je een Biggie of een Tupac draait, die mensen hebben nog altijd hun plekje in de hiphopwereld en in de muziekwereld überhaupt internationaal. En dan ben ik een beetje bang als ik dan nu kijk naar het barst van talent. Hè. Er is enorm veel talent, dat is undeniable. Maar dan denk ik van, goh ja, hè. De evergreens. Toch maar tijdelijk, hè. Er zijn weinig evergreens. Ja, maar plaatsen die voor altijd blijven, zeg maar. Ja, maar ik denk ook dat... weet je, het lijkt... we zien de hele dag Lil Pump op een auto springen en zo en dat soort dingen. Maar aan het einde van de dag, wanneer we dan het hele jaar gaan opsommen en zo, dan hebben we het toch vaak over de Kendrick Lamar's en de J. Cole's. En nu bijvoorbeeld zo'n Cordae, YBN Cordae, die ineens komt kijken. Ik denk dat
Ook in de tijd, ook, ik kan me ook herinneren dat toen ik opgroeide, dat er een aantal hele wacke acts waren, ook in hiphop. Probeerden ze toen, maar ja, daar heb je er nu gewoon denk ik wat meer van. Ja, toch? Ja, denk ik ook wel. Ja, en ik snap het ook wel, want jongens, als ik kijk naar bijvoorbeeld... Ik denk dat we met z'n allen gewoon een soort landschap hebben gecreëerd wat een 6ix9ine bijvoorbeeld mogelijk maakt. Ja. Nee, toch? En we hebben de artiesten die de stapjes naar een 6ix9ine toe waren, dat hebben we allemaal toegelaten. Ja, hey, maar het is ook zo dat je... Kijk, je had vroeger had je MTV en TMF, zeg maar. Op een gegeven moment kreeg je de box. Ja, de box had je nog keuze. Ja, mochten mensen zelf dingen insturen. En daar zag je al van, yo, de kwaliteit was soms heel laag, zeg maar. Juist. Maar het was wel waardevol voor iemand, anders had hij het niet ingestuurd. Maar door de fanbase kreeg het airplay. Precies, en die controle heb je nu niet meer. Dus nu, de gap is gewoon groot. Iedereen kan nu groot worden, omdat je ook via social media groot kan worden. Ja. Bij ons moest je gewoon door één deur. Iedereen probeerde door diezelfde deur te gaan om groot te worden. En dan heb je een soort keuringsdienst van waarde die dan zorgde van oké, die mag groot worden en die mag niet groot worden. Maar als ik dan kijk naar Willy, heeft Willy toch een hele andere benadering eigenlijk toegepast in muzikaal. Ik kreeg een beetje het gevoel dat jullie totaal niet bezig waren met de regels. Nee. Dat jullie gewoon in een hele andere space zaten. Klopt dat? Ja, ik denk het wel, man. Als ik gewoon terugkijk, dan denk ik gewoon, ja, we maakten gewoon pokoes, man. En het was verder niet... Nu achteraf, als wat je zegt, mensen geven er waarde aan en is het opeens heel groot allemaal. Maar we deden gewoon ons ding, man. We maakten gewoon pokoe, man. Uiteindelijk hebben ze zelfs een woord. Jullie storen gewoon totaal niet aan bepaalde regelgeving of zo. Ze hebben zelfs een woordenboek gemaakt over jullie, volgens mij. Sorry, wat zeg je? Ze hebben een woordenboek zelfs gemaakt Klopt. Ja, man. Ja. Dus dat je zegt, ja, ik denk daar helemaal niet bij na. Terwijl mensen uiteindelijk een heel fucking woordenboek maken op basis van dat. Dat is de genius, broertje. Dat is keihard. Nee, ik weet niet, man. Het is gewoon... kijk, we waren ook wel op een moment dat er verder ook niet zo heel veel was, natuurlijk. Dat weet je ook. Ja, toch? Er was gewoon bijna niks. Het was gewoon... op dat moment was het misschien... Was dun. Wat was het? De jeugd en opposites. Jullie waren zo. Ja, flinke namen. Ja, snap je? Ja, er was gewoon niet zoveel, snap je? Ja. Dus we hebben gewoon een hele grote groep mensen echt kunnen pakken, man. Ja, en volgens mij was iedereen die je daarop noemt, was niet echt meer bezig met bepaalde regels. Het was een beetje soort vrij. We waren soort vrij om iets nieuws te proberen te creëren, zeg maar. Dat was een beetje het... Ik sprak laatst met Unique hierover en toen zei ik van, weet je... Want ik sprak laatst met Big Two van Opposites. En die zei tegen mij, yo Kane, weet je dat toen wij begonnen, wij onze demo's gingen maken met als bedoeling, we gaan getekend willen worden bij Now and Never Records. Zeg, for real? Cool. Hard. Weet je, maar dat geeft één ding aan. Maar aan de andere kant moet je kijken waar ik dan sta. Ik ben gewoon die G van die strati. Ik ken hiphop zoals hoe jij het nu vertelt. Ja, ja. Ja. Weet je, dus zo stonden wij erin. Dus ik zeg tegen Unique, ik zeg, hey, ik heb met dit soort dingen nog nooit gewoon gerealiseerd. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat wij eigenlijk ook een andere groepering konden bereiken die heel anders naar ons keek en die eigenlijk gewoon zoiets hadden van, we reiken een hand uit van, let's go, let's work. En wij stonden daar gewoon daar totaal niet voor open, omdat wij gewoon totaal niet bezig waren met Nederlandstalige rap. Ja. Gewoon totaal niet. Ja. En ik op een bepaald moment kan nu zeggen dat ik daar een beetje van geschrokken ben van mezelf, dat ik zulke oogkleppen op had. Om dat soort bewegingen en ontwikkelingen om me heen niet te kunnen waarnemen zelfs. Maar oh, wauw. Ja, vat wat je zegt, man. Ja, weet je, blijft. Diep, man. Wow, ja, man. Ja, maar snap je? Want kijk, we waren zo Engelstalig bezig. Onze journey begon als Engelstalige rapper. Niet als Nederlandstalig. Nederlandstalig? Laten we niet praten over Extens of Osdorpos, die zogenaamd de eerste Engelstalige of Nederlandstalige rappers waren. Nee, wij al in 2384 rapten al voor de grap in het Nederlands. Ja, klopt. Wij freestylden altijd in het Nederlands. Ja, we namen het zo dus niet serieus, omdat onze core business was Engelstalig. Dat was alleen die focus. Ja. Dus was jij Nederlandstalig professioneel bezig, kwam het voor ons over als een soort van... Jij kan gewoon niet hangen met de big boys, daarom rap jij Nederlandstalig. Ja.
Ja. Ik kan niet hangen met Rowdy. Klopt. Maar dat is een generatieding. Want wij hebben het net over weet ik veel, de Little Uzi's en de dingen. Maar eigenlijk kijken wij nu... Kijk ik ook met de regels die wij dan hebben. Want ik heb het soms met mensen over live optreden, zeg maar. Dan ga ik nu naar een live optreden van iemand kijken. Dan speelt gewoon die tune mee. Met de tekst erop en ze rappen gewoon backings over zijn eigen track. Ja. En ik vind het schandalig. Maar nu die kids in de club zijn niks anders gewend dan dat. Dat is dus ik kijk ook met die oude regels van mij. Juist. Kijk ik nu naar die nieuwe generatie en ik denk van ja, hoezo rappen ze over die tune, over die tekst heen? Dat slaat helemaal nergens op. Terwijl juist, ik ben waarschijnlijk op dat moment in die club de enige die zich daaraan ergert. Waardoor mijn avond fucked up is dan hun avond. Ja, precies, want ze zijn totaal niet met jou bezig. Ik verpest mijn eigen avond. Dus dat. En dat realiseerde ik mij toen ik bijvoorbeeld met de opkomst is van jeugd en opposites. Ik was er totaal niet down mee. Ja. Ik kon het niet waarderen, ik kon het niet respecteren. Ik denk, wie geeft deze jongens deze platform om deze struggle waar wij mee bezig zijn vanaf de early 80s? Zomaar abrupt die stekker eruit te trekken en gewoon bepalen van jongens, we gaan nu met z'n allen gewoon Nederlands talen pushen. But whatever happened to the 15, 20 years of struggle of people before us? Je weet toch, die proberen met Engelstalig hun joints neer te zetten. Dus dat was die generatie clash. Ja. Lag niet aan jou, lag aan hoe het systeem met onze cultuur om is gegaan. Ja. Want voor jullie waren wij er bijvoorbeeld Engelstalig. We hebben zoveel jaren geïnvesteerd om iets van de grond proberen te krijgen. En mensen hebben zoveel geld met ons toen ook al verdiend. Hey, just imagine, als je in een zaal uitkomt, als je een organisator was en je ging een hiphopfeest geven, dan was het altijd uitverkocht. Maar ik denk voor ons had je nog, voor ons zeg maar, had je nog een Brainpower die op een gegeven moment zo'n vierde kaart... Brainpower kwam uit in 2000. Was dat 2000? Ik deed daar, op die XXX Anthem, deed ik daar een feature. Ja, 100%, ja. Maar ik praat niet over die generatie. Ik heb het echt strictly over die mensen die eigenlijk al... Als ik kijk naar mijn broer, hè. Want jij hebt een broer gehad, die was DJ. Mijn broer was ook DJ. Mijn vader had een discotheek in Uithoorn. En die discotheek heette Tutti Frutti. En mijn broer was DJ. En hij ging zijn geld halen bij mijn vader om nieuwe platen te kopen, want de platenwinkel was bij ons aan de overkant. Dus ik ben daar opgegroeid met Jamaican fun. Dus nee. Weet je, al dat soort poko's, weet je, en The Message, weet je. Ik ben gevet met zeg maar, deze sound en met deze klanken. Vanuit die tijd al waren er al mensen opgestaan die gingen rappen. Kijk naar Sherilee, Ricky D, Easy D. Ja, ja. En ik kom vanuit die generatie die mij heeft gepowered om Engelstalig te kunnen rappen of willen rappen, waardoor ik uiteindelijk met de Sean Price kan boksen op één track. Dat is wel gek. Snap je? Maar het lauwe is... Ja, maar het lauwe is dat ik schrok gewoon van de komst van het Nederlandstalige. Ja. Want opeens werd onze generatie werd gewoon soort van op mute gezet. En zo is Most Official tot stand gekomen. Ik dacht, nee, dat kan toch echt niet? We hebben Postman achter de rug, E-Life, weet je. En opeens deed je shut us down, gewoon zo van een plek. Gewoon geen toegang meer tot geen enkele plaats. Voor mij voelde het helemaal niet zo, man. Ja, maar wij beleefden het zo. Precies. Weet je, dus voor mij was van, ja, het is van Nederland. Ja, voor ons voelde het gewoon je ding. Voor ons voelde het wel zo. Want wij hadden, op een gegeven moment was er zelf een fatu in de scene van, hé. Wel hard, maar laat Chicken Kane niet zien, man. Hij is hard, maar laat Unique niet zien, man. Ja. Dat was een soort van fatten. Omdat wij voelden wel dat er een generatie net voor ons was die echt wel hun bedenking had bij wat we aan het doen waren, zeg maar. Juist. Dat voelden we wel. Weet je, en maar achteraf bekeken, en dat ik bijvoorbeeld alleen naar jullie luister, wat jullie Nederlandstalig doen, kan ik het heel erg respecteren en waarderen. Dope, love, man. En denk ik gewoon bij mezelf van, ja, misschien heb ik mezelf de plezier ontnomen om niet Nederlandstalig te rappen, omdat ik zo I'ma stick to my guns. Ja, official niggas is here! Boom! Als je loopt, krijg je nog klappen ook nog aan, hoor. Maar je hebt de tour met Spookrijders of zo? Nee. Er zit één track waar jij Nederlands... Dat was met Brainpower. Was dat op zo'n album? Ja, toch? Dat je het aan het einde niet moet stoppen, dat je doorgaat, zeg maar. Ja. Hey, dat is hard, man! Ja, hou op, man! Het Ronnie Flex incident. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Ronnie Flex moet mij eigenlijk... Ik moet hem gewoon een factuurtje eigenlijk sturen. Want Ronnie Flex heb ik eigenlijk, je weet toch, de nodige
adrenaline schop onder zijn reet gegeven om zijn game op te steppen. Heb jij met hem daarover gesproken ooit? Nooit, never. Is misschien wel grappig. Ja, zou een keertje leuk zijn. Ja. Laat een keertje, hey, Ronnie, met deze doofpot, kom even langs. Je weet toch, hebben we het even over gehad. En je weet, aan het einde van het uurtje is het een factuurtje. maar weet je wat is? Kijk, bijvoorbeeld, ik ga je een voorbeeld geven. Toen ik bijvoorbeeld opkwam als rapper in de Bijlmer, had je Popski. Ja. Popski was een moeilijk mannetje. Was niet alleen maar een danser. Als je lulde, kreeg je ook een paar klappen. 100, Example One was daar, hele moeilijke ontdekking. Ja, daar gewoon de straatjongens, gangsterish. Eerste uur. Dat ik ging optreden. Kwam hij naar voren lopen het podium. En hij stond gewoon zo naar mij te kijken. Maar niemand kwam naar voren lopen naar het podium. Iedereen bleef daar in het buurthuis. Je weet toch, fietsenbal spelen, bij die bar staan. Gewoon lekker. Je weet toch. Dus ik stond alleen op het podium op te treden. Eigenlijk zonder publiek. En hij komt aanlopen. En hij staat zo met zijn armen over elkaar. En hij doet op een paar moment gewoon zo. Dat is van. Jij toch? En hij draait om. En hij loopt gewoon weg. Nee, man, bro. En hij gaat gewoon fietsenbal spelen met zijn boys. Nee, man. En niemand checkt mij meer. En ik moest nog 3 pokken doen. Begrijp wat ik bedoel? Ja, maar zo heb je mij gechin-checkt, bro. Dus die generaties geven het door. Snap je? Dus ik ben gebodychecked van, yo, je niet te step your game up. Want vroeger, je kon niet zomaar rappen. Want je werd van die podium afgeklapt. En nu was ik dan nog jong, dus ik werd bespaard om geen pak rammel te krijgen. Maar was ik ouder geweest, had ik gewoon een pak rammel daar gekregen. Vanwege het feit alleen al dat ik daar zou staan en niet goed, dat ik niet goed genoeg ben. Ja. Dus die mentaliteit, die straatmentaliteit waar ik mee ben opgegroeid, waarvan hip-hop is straat. Ja, cultuur. 100%, ja. Het is niet geboren in het Gooi, het is niet geboren in Hilversum. Het is een straatcultuur met straatcoderingen. Ja? Etnische groeperingen die elkaar begrijpen op grond van hoe wij zijn opgevoed met elkaar, de geschiedenis die we met elkaar delen en de strijd die we voeren tegen de onderdrukking van dit systeem. Dus nu sta ik daar als jurylid in Paradiso. En hij komt met een Hollandse jongen en hij noemt zichzelf Jupiter Negers. Op dat moment heb je alle strepen al verloren die je maar kan bedenken wat je zou kunnen verdienen bij mij. Want je bent met een blanke jongen daar en jij als Moxie en je noemt jullie zelf Negers. Dat is een benaming in mijn wereld die je niet jezelf kan geven. Dan ben je nog een soort van spaced out Jupiter. Dus je bent niet barking in je hoofd. Dus ik zit nu te kijken met alle beetje afwachting. Oké, wat ga je doen? Dus ik geef je nog een blik. Ik had hem daar ook al precies kunnen remmen. Maar doordat die sound en de manier van het brengen van wat hij bracht gewoon totaal niet overeenkwam met wat in die tijdsgeest werd verstaan onder kwaliteit, ja, heb ik hem daar meteen gezegd, je bent kaulonep. Ik heb dat filmpje echt vaak gezocht. Ja, nee. Ik heb het gevonden. Er is een iconisch hip-hop momentje. En hij wordt. Nee, jullie zijn geen Jupiter Negers. Jullie zijn. Ah, fuck. Ik weet niet meer wat je. Jullie ja, zijn. Ik weet niet meer wat ik zei. Ik weet wel dat. Die Mattie van Madera, die heeft het nog. Dus ik ga het gewoon eventjes een keertje online gooien. Oh jee. Deze dagen. Oh jee. Gewoon, gewoon voor de throwback. Niet om hem te dissen. Maar ik wil, wat ik je wil aangeven, wat je vroeg over het Ronnie Flex incident. Het is niet eens een incident, het is gewoon een momentje. Maar op dat moment heeft hij één ding gedaan. Precies wat ik ook heb gedaan. I didn't give up. Ja, man. Ja. Ik moet niet de grond instampen. Hij kreeg die klap. Hij had echt pijn. Hij zei van, oh shit. Ik zag, hij had echt pijn. Maar ik denk, ah, ik kies die mooi, is goed voor je. Want ik weet dat je die pijn nodig hebt om het te gaan pakken en om te gaan zetten naar die next level te om gaan, ja, in groei en ontwikkeling. Ja, ja. En dat is toch precies wat hij heeft gedaan? Hij is geen hiphopper, hij is geen rapper op die manier. Hè? Maar in zijn lane, in zijn chamber, mastert hij zijn eigen stijl. Hij is hard, hoor. Hij is echt hard. En hij is gewoon een topartiest geworden. Dus hoe kan je het nou daarop haten? Ja. De magie, wat ik heb begrepen in de wandelgangen, dat hij een paar keertjes een dishje heeft gegooid naar mij. Ja, ja. Schattig, lief.
Maar hij moet me bedanken voor het feit dat ik die peper in zijn reet heb gegooid. Waardoor hij nu is wie hij is. Nee, Ronnie. Ja, maar jullie moeten die takken niet meer doen. Dus, hey, ik kom voor mijn factuurtje. Je kan schuilen daar in Rotterdam waar je zit met je mooie huisje en je badjasje. Maar ik stuur een factuurtje naar je oma. Oké, dus die deal moet gemaakt worden. Die takken moet gezet worden. Gruwelijk, classic, man. Iedereen gaat dit kijken. Zeker, man. Ik denk dat het tijd is voor een live act, hè? I? Ja, toch? We hebben Aris, man. Deze man is te lijp. Nope. Deze man die komt uit Tilburg. En ja, man, laten we naar hem kijken, man. Let's go. Live hier bij de Doofpot. So this is hella good vibes. Brought to you by yours truly, Aristoteles. And the one and only Robo. Yeah. Money, love, families having issues. And whatever comes, we ain't holding pistols. Hey, don't you hold it back, just go and say I miss you. In case we losing anybody, holding tissues. Oh, that ego and that chaos, hold it like a soup. I can tell you that I hate you, love you to the moon. We hate to hear that you in pain and never have a clue. I'll be working on this dream so we can have a poop. Come together as a family, yeah. It's summertime, those barbecues bring out the drummer, but it's all a vibe. See, I love you, but ain't gotta like you all the time. We ain't have to continue that cycle. And I ain't lying, hey, let's celebrate, cause since I've been a baby. She the new star, the family, love her crazy. It's a new start, get this going on a daily. Hope it bring us all together, man, cause lately. Yeah. Hot sauce, got the burgers on the grill line. Yeah, it's great, I'm about to finish all my spinach. Shit happens, but that's all our business. Can we all get along and please stop tripping? Yeah. Pass the sauce. Yeah. Just like a boss. Yeah. Can we all get along and please stop screaming? If I could purchase it, I would buy you happiness. When trouble calls, be there quicker than the ambulance. And can we please stop the BS, man, not again. And we can make it if we try, help me climb this fence. Hey yo, we family if my blood ain't like yours, yeah. If ever needed, you still open your doors, yeah. Love me for my strength and all of my flaws, yeah. Do it just because, never need the applause, yeah. Family barbecue feels like the lottery. We can't pick and choose, I guess you stuck with me. All we know is food brings out the family. Are we feeling good? Hot sauce, got the burgers on the grill line. Yeah, it's great, I'm about to finish all my spinach. Shit happens, but that's all our business. Can we all get along and please stop tripping? Hot sauce, got the burgers on the grill line. Yeah, it's great, I'm about to finish all my spinach. Shit happens, but that's all our business. Can we all get along and please stop tripping? Hopefully you guys love this song because this is one of my most important songs ever, I guess. So, I don't know what I'm saying, man. All I know is that family and family is a beautiful thing, man. I mean, like, pass the sauce. Let's just get along, man. Let's just get along. Ja man, Aristoteles, gruwelijk man. Thanks for coming through man. Thanks for having me. Ja man, dope. Je weet toch, and if anything, you holla at me. Volgende keer wil ik je gewoon weer zien. Je bent goed bezig, je weet toch. En drop nieuwe jewels man. En kom hier blazen gewoon op de Doofpot man. Je weet toch, ja? Hey, this is a legend. Sugar King. Yes sir. Thanks for having me. Love. Ja man, respect man. Yes, stay tuned. Peace. Oké, dan we zijn weer terug live. De Doofpot. Sugar King, your host. Don't forget to subscribe. Sugarcane Red Light Boogie. Don't get it twisted. Ik zit hier nog steeds met de legendary beautiful people. Kaskus, Glenn Faria, Willy Wartaal, DJ Lady S. We zijn er weer, man. Ja, toch? We zijn er, we back. Hey, ik wil even iets anders gaan aanraken. Je weet toch, laatst zag ik... een gesprek van jou met Akwasi en Gideon Gikkels bij Bo. Ja. En het was
echt een heel oprecht mooi gesprek. Ik zat er echt naar te kijken en ik voelde me wel door jullie vertegenwoordigd. En op een gegeven moment zie ik dat de emotie bij Akwasi oploopt. En hij geeft Bo aan van, ja, maar waarom schreeuw je? En ik weet gewoon vanuit welke setting hij dat bedoelde, weet je. En op een gegeven moment is er gewoon iemand uit het publiek die gewoon zegt van, praat rustig. Ja. Wat ging er door jou heen toen je dat hoorde? Kijk, bij mij... Oké, laten we even teruggaan naar tv-optredens aan een tafel. Juist. TV-optredens aan een tafel moet je het zelf de regie in handen houden. Juist. Altijd. Juist. Je moet, voordat je daar naartoe gaat, moet je eigenlijk weten wie er zit. Wie er nog meer zit. Waar het gesprek over gaat. De reden waarom andere mensen er zitten. En welke vragen er gesteld gaan worden. Juist. Anders moet je daar niet gaan zitten. Juist. Dus dat hadden we redelijk op slot. Er is één ding wat ons allemaal is ontschoten. Is dat er... Iemand met een hele andere mening dan ons. Dat er mensen met een hele andere mening dan ons om ons heen zitten. Dat betekent dat je anders in het gesprek staat. Ik was nu 2 dagen geleden ook bij Jinek. Toen wist ik ook, ik zit met mensen met dezelfde mening aan tafel. Juist. Dus ik kan flexie praten, zeg maar. Juist. Maar als ik weet dat er iemand achter mij zit, die niet aan tafel zit, maar hij is er wel. En met een hele andere mening moet ik altijd rekening houden met dat er iets van deze kant kan komen. Juist. Dus dat hebben we niet meegenomen in onze voorbereiding. Er komt iets vanuit die hoek. Ja, omdat we dit niet hebben voorbereid, niet met elkaar hebben besproken hoe reageren we hierop, dan is het gewoon moeten we het aan het toeval overlaten en aan emoties. Juist. En dat is het enige waar ik denk van, dat is echt goed fout gegaan, is dat we het toe hebben gelaten, dat we emoties toe hebben gelaten. Wat mij opviel, ik vond het heel erg brutaal van die persoon die daar in het publiek zomaar iets riep. De nieuwe Kane. Niks is zomaar. Die blijft, natuurlijk niet. Niks is zomaar. De nieuwe Kane die blijft rustig. De oude Kane die zou opstaan van, grap, ik begrijp je niet, wat bedoel je, blijf rustig. Ja, weet je? Ja, ja, ja. Die maar was, die lag al lang in die nek. Nee, 100%. Maar jullie komen daarop voor belang van mensen die zich... Ja, gewoon de happening, gewoon de racisme, de discriminatie. Het meten met twee maten meten, weet je. En dan wordt er zo disrespectvol vanuit een hoek omgegaan. En in principe, het wordt toegestaan. Want ik kan mij niet inbeelden dat ik nu met jullie hier zit. En er is gewoon iemand die, je weet toch, dit bijwoont. En die gaat gewoon maar iets roepen naar mijn gasten. Dan hoeven jullie niet eens wat te zeggen. Daar sta ik zelf op. Ja. I'm a handle my business. Ja. Want jullie zijn mijn gasten. Dus heb je niet een beetje het gevoel gehad dat op dat moment ook jullie eigenlijk een beetje in de steek werden gelaten? Nee, het blijft televisie. Hè? Het blijft commerciële televisie. Mm-hmm. Dus door wat er is gebeurd, heeft iedereen het volgende dag erover. Ja. Dus gaan mensen de volgende aflevering met z'n allen naar Bo kijken. Ja. Dus ik zeg altijd, omdat ik dat van huis uit heb geleerd, mijn moeder zegt altijd, als ik thuis kom, vraagt ze altijd, of weet ik veel, er is op school gebeurd of whatever, wat heb jij gedaan? Ja. En wat heb jij kunnen doen Juist. Om deze situatie te voorkomen? Juist. Dus ik ben niet meer op de redactie de schuld geven. Vingertje wijzen. Je moet gewoon gaan kijken naar jezelf. Ja, wij hebben gewoon niet... Wij waren gewoon niet scherp daar. Okay. Ze konden gewoon het uitspelen. Wat had je dan anders kunnen doen in die situatie? Ons anders opstellen, joh. We hadden gewoon allemaal kalm moeten blijven. Informatie moeten droppen die we wilden droppen. Ja, en naar huis gaan. Out. Gewoon punch and get gewoon out. Gewoon punch and out. Dat is het enige wat we kunnen doen. Juist. Maar zodra wij... je moet bedenken, het heeft... Ik heb toen gezien dat het heeft te maken met empathisch vermogen van de mens. Van de mens, ja. Zeg maar. Snap je? Als andere mensen de pijn niet voelen, dan is elke reactie van jou overdreven. Juist, en elke inderdaad. Reactie van jou is heftig. Ik had net bij jullie een voorbeeld over als ik nu een piepgeluid hoor de hele tijd in mijn oor, wat uit deze ruimte komt, maar jullie horen het niet, irriteer ik me daaraan. Juist. En dan zeg ik tegen jullie, er is iets wat me irriteert. Jullie kunnen dan zeggen, ik hoor het zelf niet. Ja. Op een gegeven moment word ik lijp. Juist. En op een gegeven moment ga ik gek worden van het geluid en ga ik iets zeggen van, ik kan het fucking geluid uit. Juist. En dan denken jullie,
Hey Glenn, doe rustig. Juist. Ja, toch? Omdat jullie niet het ondervinden... Het niet waarnemen, we ondervinden het niet. Jullie ondervinden die pijn niet. Dat is wat er gebeurt. En dat hebben wij ook een beetje... We hebben ze vrije hand gegeven, zeg maar. Ja. Dus maar ik denk... Al om al vind ik toch dat jullie het heel goed hebben gedaan. Ja. Alleen dat was even gewoon even een puntje, ja, weet je. Dat zoiets gebeurde vanuit een hoek. Ik neem het... Ik kijk naar Bo en ik vind dat hij verantwoordelijk daarvoor is geweest. Hij had gewoon moeten zeggen. Net zoals hoe hij tegen Gideon zei van... Ja, maar jij bedient niet de vragen. Ja. Maar had hij net zo goed tegen zijn gasten moeten zeggen. Maar jij bent vriend, niet... Jij bent niet in de positie om te praten. Dus respecteer alsjeblieft mijn gasten. Sterker nog, verwijder die guy. Als hij door zou blijven branden, ja, dan moet je hem verwijderen. Mm-hmm. Weet je, maar... Bro, als mijn show was, ik had je over... Je weet waarvoor je daar bent, om te kijken naar het gesprek. Juist. Ik zou jou verwijderen bij de eerste keer dat je... Weet toch? Ja, dat is de strengere... Ja, maar ja, dat is de strengere hand van Kaas. Ja, ja. Ja, maar ja, maar ik denk wat wij nu moeten doen als een community, dus geestgelijkheid. Dus ik bedoel niet alleen... Dan heb ik het echt niet alleen maar over black people. Dan nee, heb ik het in general. Over mensen die met ons zijn. Yes. Wij moeten veel meer de regie in handen nemen. En veel meer gaan bepalen hoe gesprekken gaan. Juist, man. Willy, jij zit toch ook in een soort van diverse formatie, weet je, met de jeugd. Heb jij daar ook mee racisme ondervonden, zeg maar? Veel minder, man. Het is wel echt... Als je met twee tata's bent, want Bas is dan een soort van half Nederlands, half Surinaams. Maar dat zou eigenlijk ook helemaal niet zeggen dat je naar hem kijkt. Nee, maar hij is dus op de achtergrond, zeg maar. Dus je ziet hem niet vaak. Ja. Ja, ik weet niet, man. Ik weet niet of ik ook zo groot zou zijn als Yeo en Fiaz een Turk en een Mokker waren. Ja, ja. Weet ik niet. Ja. Ik zag het opeens voor me, man. Ik ben in elk geval blij dat ik die nigger ben. En dat zijn... Ik weet niet, man. Het is gewoon gek. Ja, je kan dat soort dingen... Maar ik moet ook wel toegeven dat ik pas heel laat ben begonnen met denken over mijn eigen identiteit en wie ik ben en waar ik vandaan kom en shit. Ja. Want ik had gewoon andere issues in life, snap je? Ja, ja, ja. Dus ik heb in elk geval, kijk, mijn uitgangspunt is sowieso, er is niemand op aarde die mij als een gelijk hoeft te zien. Ja, ja, ja. Snap je? Ja, 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 ja. Fok jullie allemaal, man. Dat, jij toch? I feel you. Iedereen, weet je, loopt gewoon door zijn eigen tijdlijn en ontwikkeling, weet je. Precies, dat, ja. Denying. Precies. En Lady S, als Marokkaanse dame die dan, je weet toch, in een soort black culture, je weet toch, je moet manoeuvreren. Heb jij het gevoel gehad dat je gediscrimineerd werd door je eigen peoples omdat je involved was met black people? Ja, er waren ook wel een aantal vooroordelen, maar... Mm-hmm. Serieus? Was ik met heel het Black Lives Matter movement. Uh-huh. Ik heb er ook mijn research gedaan en gepost van hoe het nog beter kan. Want uiteindelijk, you know, ik ben bruin en we kunnen allemaal bijleren van elkaar. Yes. En toen kreeg ik wel een ding van nu kom je wel op voor negers, ik had het woord ja, wel. Ja, ja, ja. Maar ben je wel eens ooit opgekomen voor Arabieren? Ja, ja. Natuurlijk heel de fucking tijd, Palestina, Jemen, Syrië, heel de tijd. Ja, ja. Maar die discriminatie zit ook al bij ons tussen de Marokkanen. Ik bedoel, als je kijkt naar, als je naar de Sahara gaat, daar zijn de mensen gewoon zwart. Ja. Je bent wel zwarter dan alle zwarten die hier zitten vandaag. Ja, 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 ja. En denk ik van, yo bro, doe research. Marokko is groot, hè. Marokko is heel groot. Grens aan Marokkanië. Marokkanië zwarte mensen. Like, what are you saying? Dus die onwetendheid, want ik noem dat dan onwetendheid. Ja. Die man die geen boek leest, ja, moet gewoon die research doen en die is overal. Ja. Maar niet uit zwart, bruin, oké, mijn broeder, maar er zijn dingen die hij niet weet over Marokko. Yes. Er zijn dingen die ik niet weet over zijn cultuur. En je moet je blijven educeren. Dat is heel erg belangrijk, weet je, want anders krijgt racisme te veel ruimte om de onwetendheid in jou te versterken, waardoor er allemaal stommiteiten en onnodige problematieken gaan ontstaan. Ja, ze hadden het gisteren tijdens je uitzending hadden ze het over de jongen die Glennis Grace had uitgescholden en allerlei dingen. Maar toen zei ik ook, ja, we kunnen die jongen de schuld geven. Ik vind ook dat we hem moeten exposen. Juist. Maar eigenlijk is het iedereen om hem heen. Ja. Eigenlijk is het zijn hele... Iedereen die hem heeft begeleid in zijn leven, juist, of iets heeft geleerd. Een bijdrage heeft geleverd als een stommiteit. Ja, heeft hem is verantwoordelijk. Opgepakt. Ja, is verantwoordelijk. Maar iedereen die moeten allemaal op het matje geroepen worden. Juist. Of op het matje geroepen worden, die moeten allemaal les krijgen, zeg maar. Juist. Die moeten weer de schoolbanken in.
Hoe voed je een kind op? Hoe ga je met medemens om? Juist. Snap je? Je hoort respect hebben voor ouderen. Er zit zoveel dingen in die fout wat die jongen heeft gemist. Ik denk dat heel ook veel wel... mensen doen daaraan toegevoegd. Heel veel mensen hebben ook gewoon hokjesmentaliteit. Zolang het goed gaat hier met mij, precies. En dan is alles oké. Maar weet je nog wat voor bullshit, ik weet niet in je geval, maar weet je nog wat voor bullshit we kregen bij maatschappijleer op school? Ja, 100%. En hoeveel kost dit en dan hou je dat eraf en dan hoeveel hou je op? Dat zou maatschappijleer horen te zijn 100%. Nu tegenwoordig, 100%. Eigenlijk. En daar hoort even goed naar gekeken te worden. Want maatschappijleer, ik zeg je eerlijk, dat was echt 2 jaar lang bullshit gewoon. Ja. Dat is 2 uur in de week die je sowieso totaal daaraan kan wijden. Ik denk dat educatie op school en degene die bepalen en beslissen wat wij zouden moeten leren op school, echt een upgrade ook nodig heeft. Ja, maar ik denk ook dat er heel weinig mensen zijn met echt een goede visie over hoe de maatschappij in deze tijd eruit zou moeten zien. Ik denk dat er genoeg mensen zijn, want ik vond Gideon heel erg sterk. Weet je, hij had eigenlijk met zijn geen emotie, maar motie, weet je. Hij moet een nieuwe politieke partij, moet hij gewoon stappen. Ja. Maar ik denk gewoon dat er gewoon heel veel mensen de kans niet krijgen om hun zegje te doen. Weet je, en ik moet het, omdat we zitten met thuisdoor, het afsluiten. Maar ik denk dat dit soort formaten gewoon heel erg belangrijk zijn. Ja, zeker. Om ons wel een stem te geven en om een positieve bijdrage proberen te leveren aan de maatschappij en aan de generatie die het wil oppikken. 100%. En die staat voor growth. Want wij vertegenwoordigen geen mensen die houden en vast blijven klammen aan stommiteit en onwetendheid en die zich daar comfortabel in voelen en naar de mode van denken te willen maken. Wij staan voor mensen die staan voor groei en ontwikkeling, samenhorigheid en eenheid. En dat verbinding, is de bedoeling van deze podcast om te bespreken wat er besproken moet worden. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Jij bedankt. Bedankt voor jullie komst. En nogmaals, ik wil jullie nogmaals jullie flowers geven nu dat jullie nog steeds leven. I appreciate y'all. Ik waardeer, respecteer jullie allemaal artistiek. Heel jullie zijn ook heel man. Get right back at you. Thanks, man. Zeker. Je hebt ons allemaal geïnspireerd, bro. Dope, man. Thanks. Shout out DJ Chainsaw. Nog een legend. Shout out aan mijn gangster chick, brother, daar. Hey, bro. Je weet toch? Nog een legend. Je weet toch? Now and Never Records, still in the building. Don't forget to subscribe. The Dovepot. Sugarcane. Testing my mic, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga to pop 4, 5 clips. On any squad thinking I won't, all I do is catch bricks. I'm raised by the hood, get done all. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad things speak more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow. Brah!